Hallo, mijn naam is Robin. Ik kom uit België en ik werk hier in de bibliotheek van Bergen. Ik wil graag een boek aanbevelen uit onze collectie van Nederlandstalige boeken. Het boek dat ik heb uitgekozen is De avond is ongemak, de debuutroman van de jonge Nederlandse schrijver Marieke Lucas Reineveld. Vorig jaar bekroond met de Internationale Boekenprijs en intussen ook uitgekomen in Engelse en Noorse vertaling, die wij hier uiteraard ook hebben staan. Ik moet u wel meteen waarschuwen, dit is een duister en ongemakkelijk verhaal om te lezen. Het gaat over de dood van een kind, gezien door de ogen van een ander kind. Het gaat over schuldgevoel, schaamte en het onvermogen om die uit te drukken in woorden. En bovendien, midden in dit alles, een ontluikende puberteit en seksualiteit. Het verhaal speelt zich af in een streng religieuze boerenfamilie ergens in Nederland. Het is bijna kerstmis en we volgen het 10-jarig meisje Jas. Ze is kwaad op haar oudere broer Matties, omdat die mocht gaan schaatsen op het bevroren kanaal in de buurt, maar ze zelf niet. Ze is thuis en ze hoort haar ouders in de keuken praten over wat ze gaan eten op kerstavond. Ze zijn blijkbaar van plan om Diewertje, het konijn van Jas, te slachten voor het kerstmaal. Jas loopt dan naar haar kamer en bidt tot God: laat alstublieft mijn konijn leven en neem liever mijn broer Matties. En wat gebeurt er dan, als bij toeval? Waar ze om vraagt, gebeurt nog diezelfde dag. Matties zakt door het ijs en verdrinkt. Dit boek gaat niet zozeer over het ongeluk, als wel over hetgeen er gebeurt nadien. Hoe de verschillende familieleden proberen om te gaan met deze tragedie. We zien hoe de ouders van Jas compleet verlamd worden door opgekropt verdriet. De vader stort zich op het werk met de koeien en de moeder stopt met wassen, stopt met schoonmaken, stopt zelfs met eten. Ondertussen zijn Jas en haar broer Obe en haar kleine zus Hanna volledig aan het ontsporen. Ze beginnen sadistische en seksuele spelletjes te spelen met de dieren op de boerderij en met elkaar. Hoe verder in het boek je komt, hoe duisterder en gruwelijker wordt het. U bent hierbij gewaarschuwd. De avond is ormak is een boek dat heel lang blijft nazinderen, maar minstens evenveel als het verhaal was ik toen ik het las onder de indruk van de taal van Reineveld. Ze heeft een frisse, originele en erg rijke schrijfstijl. De beeldende en zintuiglijke details brengen de boerderij echt tot leven met alle smerigheid en vuiligheid van dien. Je merkt meteen, hier hebben we met een heel aparte, maar ook heel poëtische vertellerstem van doen.